Wow. To myself. Ja, verder zijn wij totaal niet impulsief. Totaal niet. Absoluut niet. Absoluut. Dus we hebben een platenspeler gekocht. Dus hij zegt ja, en dat zijn dus inderdaad limited editions. En er zijn er 500 van gemaakt en wij hebben nummer 211 of zo. Ik zei, ik ben echt koud ook om. Zo! We hebben carnavalskleding besteld. 1, 2, 3. Nou, je ziet wel dat we in Brabant zijn, want overal hangen de carnavalsvlaggen uit. Elk dorp en stad heeft zijn eigen naam en kleuren en vlag. En, en jij komt uit Tilburg. Ja. En jullie heten? En zij is echt een enorm voorbeeld. Want triple negative met uitzaaiingen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij weer een nieuwe video. Nou. Heb je nou soms ook nog de neiging om te zeggen, ik ben René. Ja, altijd. Ja, ik ook wel. Ik ben René. En ik ben Serge. Ja, dat zeiden we altijd. Wat vinden jullie? Moeten we dat elke keer zeggen? Nou, weer doen voor of de niet nieuwkomers doen. Ja, of niet? Of niet. Ben ik wel even benieuwd naar. Nou, we zijn gezellig. Als Keveningen. Als Keveningen. Want wij willen op onze zolder. Huis, ons zolder. Willen we een beetje in de 50s stijl gaan 50's, doen. 50s, juist. Ja, we hebben voor de vloer hebben we zo'n schaakbord. noem ik het maar even. Ja, zwart-witte blokken. Zwart-witte blokken. Ja. En wij zijn nu in de Scheveningen bij Benny's 50s Store. En die heeft allemaal jaren 50 dingen. En René is helemaal weg van Betty Boop. Ja, ik vind Betty Boop heel erg leuk. En ik ben ook wel weg van dat soort van die stijl tekeningen en zo. Ja. En neon. Ja. En gewoon dat vellen en zo. Dus we gaan even kijken of ze hier wat even inspiratie wat hebben. Ja, en sowieso gewoon wat inspiratie. Ja. Ja, weet je, soms vind je dingen gewoon heel erg leuk. Zo'n jukebox kopen. Ja, tuurlijk. Heb je geld genoeg? er zijn dingen die je dan gewoon heel erg leuk vindt, maar eigenlijk niet zo prominent in je huis wil hebben staan. Nee. Dus dan hebben we gewoon een zolder en die kunnen we dan helemaal in een thema inrichten. Ja. Dus ja, ik zat er wel nog aan te denken, heb ik al tegen jou gezegd, hè, om zo'n grote Betty Boop, zo'n levensgrote Betty Boop in de hal te doen. Zo van welkom. Ja, ik vind het wel leuk. Dit is ook knijterduur. Dus we sparen nog even door en we gaan nu lekker inspiratie op doen. Verder zijn wij totaal niet impulsief. Totaal niet. Absoluut niet. Absoluut. Dus we hebben een platenspeler gekocht. Met gelijk twee platen erbij natuurlijk, want je hebt wel iets nodig om af te spelen. Dus het is geworden I want to break free. Queen en Are you lonesome tonight? Elvis.
uiteraard. Die mogen gewoon niet ontbreken, sowieso niet. En ja, wat moet er nog meer sowieso bij? Prins, Michael Jackson. Maar Santana vind ik ook heel gaaf. Roy Orbison. En dan natuurlijk de jazz classics. Jazz classics, Louis Armstrong, Redback, Dean Martin, Frank Sinatra. Ja. Etta James. Nina Simone. Ja. Ja. Dus we hebben een nieuwe hobby, jongens. En we gaan waarschijnlijk ook die levensgrote Betty Boop kopen. Ja. Maar dat hebben we nog niet gedaan. En dat vinden we heel knap van onszelf. Ja, goed, hè? Echt, ja. Als weten te restrainen. Ja. Maar wat mij dus ook opviel was dat Billie Eilish en zo. En Justin Bieber ook gewoon... Nick en Simon hebben het ook zelfs gedaan. Ja, precies. Dus dat was super vet. Ja. Ja, het is gewoon weer helemaal terug. Kijk, we hebben nu een hele mooie, een beetje aubergine kleur, denk ik. Hè? Een beetje ashes purple size of zoiets. Ja. Ja, dus dat past ook mooi bij ons huis. En het is tegelijkertijd gewoon een Bluetooth speaker. Dus... Ook nog, ja. Dus je kan het aan kan en platen, maar ook gewoon met een Bluetooth speaker. Ja. Ik vroeg dus ook aan die man, ik zei, staat hier dan het hele album op of zo? Hij zei, hij wist het ook niet helemaal, maar hij zegt, dit zijn compleet nieuwe manieren van platen maken. En hij zegt, dit is een picture album. Ja, van die van de Queen, hè? Staat er dan alleen een foto op. Ze staat er ook muziek op? Hij zei, ja, tuurlijk. Ik zei, ja. Leken! Ja. Dus hij zegt ja, en dat zijn dus inderdaad limited editions. Er zijn er 500 van gemaakt en wij hebben nummer 211 of zo. Ja. Dus dat is super leuk. Als je dus in dit zijn leuke dingen om te verzamelen. Ik bedoel, postzegels. Ja, maar die worden ook veel waard. Kom. Maar hier heb je nog wat aan. Hier heb je nog wat aan. Dat is leuk. Weet je wel, dan je denkt, ja, dus we hebben. Ja, wat we al zeiden, we wilden de zolder gewoon sowieso in die stijl echt doen. Ja. We vinden het gewoon super kicken. En ik heb er helemaal zin in. Ja, ik heb ook helemaal zin in. Ja, maar het is gewoon leuk dat je ook echt iets gericht hebt om weer te verzamelen. Zeker met die platen. Weet je, als je dan jarig bent, dan weten mensen ook tenminste wat ze moeten geven. Of welke kant ze op kunnen gaan. Vaak is dat dan, ja. Of met kerst. Komt toch ook wel heel erg leuk. Ja, maar hallo. Hoe duur was die ook alweer? Ja, 12.000 of zo. Ja, die was wel behoorlijk duur. En we hadden een hele gave bank gezien. In de achterbank van een Cadillac. Het was een echte Cadillac, zei Chevrolet. Over Chevrolet. En dan, maar dan in de vorm van een bank. Maar die was toch ook wel 8.000 euro. Dus die was nog best wel duur. Ja. We hebben wel zo'n diner set gezien. Dus twee banken en zo'n tafel. En die was dan... 21,50. Dus dat vond ik dan wel weer meevallen. Nou, we weten in ieder geval waar we voor kunnen gaan sparen. Ja. Maar we moeten sowieso de rest van ons huis natuurlijk ook nog gaan inrichten en zo. Dus, maar dit is even een leuk ding. Yeah. En nu? Nu gaan we naar de... Mall of the Netherlands. Het is toch Westfield Mall of zo? Ja, maar ik zie overal maar gewoon Mall of the... Volgens mij is het Westfield ook maar, zeg maar een soort van sponsor dingetje. Dat als er nou over een paar jaar contract aflopen en... grote crypto.com, ik noem maar wat, die zegt ik steek er zoveel miljoen in, dan wordt het ineens... Crypto-mall of the Netherlands. Precies. Denk ik hoor, weet ik niet. Maar Westfield, ja, wat zegt... Geen idee. Ja, we zijn in een tunnel, jongens. Maar we gaan in ieder geval weer lekker naar de Mall of the Netherlands. Sergio is namelijk spontaan vrij. En dus we gaan dan maar deze tijd even gebruiken. En dan hoop ik heel snel... naar mijn vriendinnetje Ellen toe te gaan. Maar dat zal dan waarschijnlijk pas zijn als zij bevallen is. Ook al is het snel. Ja. Stop the time! Stop the time! Hé, wat een rot weer. Maar gelukkig is het binnen. Ik wil jullie even vertellen, omdat ik er ook reacties op krijg, wat de arts nou zei over de knieën. Het spul voor de knieën wat daarvoor helpt. En ik moet je zeggen dat ik echt het idee heb dat het helpt. En zij raden aan Lucovitaal, dat is het merk. En dan glucosamine chondroitine tabletten. En dan de 1500/500 milligram. Gezondheid. Deze moet je hebben, jongens. Ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben. Dit is hem. Ben je aan het knuffelen? Ja, dit is hem.
Oh, ik vind het zo cool. Nou, dat is echt mooi. We gaan hem even uittesten natuurlijk. En wat ik ook gewoon heel erg leuk vind, is dat het ook gewoon een speaker is. Ja, dat je hem ook met Bluetooth kan doen. Oh, hij heeft een adapter. Dept. Ik ga je even helpen, denk ik. Ja. Ik zou graag willen zeggen dat het wel zo is. Maar... Are you ready? I'm ready. Maak hem open. Wauw. Zoals we al zeiden, hebben we twee platen, een collectors item. Waar er 500 van gemaakt zijn van Queen. Ja. En? En natuurlijk Elvis Presley. Van Vegas to Memphis. We kunnen allemaal maar op, zou ik zeggen. Ja, zullen we eerst deze doen? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik vind het spannend. Ik zal eens even kijken of ik... Zal ik aan de binnenkant? Oh my god, hoe hou je zoiets eruit? Nou ja, hoezo? En niet met je vingers op de plaat. Zijkant en het middenbandje. Oh. Anders krijg je je vingers vol. Slaat hij over. Maar we kunnen heel aanrijden. En als je hem schoon gaat maken met het doekje, jongens, ja. De plaat, niet zo. Niet rondjes, maar met. Dus ook niet zo die plaat, maar zo. Oh. Hey. Niet zo, maar zo. Oké. Okay. Maar dit is dat side 3. Zit er nog één in? Heb ik er gemist? Zit hij aan de andere kant? Misschien een dubbele zijn. Zit dan aan de andere kant waarschijnlijk. Ja. Oh ja, hier zit er nog één. Oké, cool. Nou, oké. Okay. Ik zal eens even stroom gaan aanleggen dan. Ja. Nou, zet hem er maar op. Ik heb wel een nummertje gevonden voor jou. Suspicious minds. Kijkje gaan nemen bij onze epoxyproject en we noemen het voorlopig even een project veel. Mission aboard. We gaan het anders doen. Dit is een verloren zaak. Ja, deze moeten we echt als verloren beschouwen. We hebben ervan geleerd. Nou dat, ik wou zeggen, het is in die zin, het materiaal is verloren, maar we hebben er des te meer kennis van opgestoken. Zo, kennis is duur. Een kostbaar bezit. Want ik heb natuurlijk eerst het plankje gemaakt, daarin het plankje vastgeschroefd, daar de stenen opgemaakt en daaromheen het malletje gemaakt met vier losse delen die in plastic omwrapped, zeg maar. En bij elkaar gehouden met tape en die... Had je al gefilmd wat er was gebeurd überhaupt? Nee, volgens mij niet. Hij was gaan lekken. Dus dat. En het zit gewoon niet goed vast. Nee, ik heb gewoon... Kijk, als je dus... Wat ik geleerd heb, als je dus latjes hebt... Die schroef je vast. En ik heb het ook al filmpjes gezien eigenlijk, dus achteraf. Maar ik had gehoopt dat... Door de tape en de plastic zakken, zeg maar, dat de gaatjes goed dicht zou gaan.
Als je dus eerst de mal maakt met wat dikkere latjes, die schroef je aan elkaar, kun je eventueel een kitrandje doen aan de binnenkant. Dan is sowieso alles dicht. En dan kun je daarin de stenen leggen. En dan is het gewoon dicht. Dan weet je dat het dicht is. Kijk, en ik heb hier dus... Ja, hier zit helemaal epoxy op het klemmetje. Dan kunnen we wel eens kijken naar wat het aan de zijkant heeft gedaan. Maar hier, dit was gewoon open. En hier ook. Ja. Dus ja, dan loopt het er gewoon uit. Is er überhaupt iets blijven zitten of ligt alles wel op de grond? Nee, er is wel wat blijven zitten. Nou, dit is dus echt totaal niet... Maar kijk wat hier. Er zit. Dit is gewoon epoxy. Ja, en dus de rest zit op de tegel. Is dit epoxy? Ook, dit is epoxy. Ja. Oh, kijk, dat is wel hard. Ja, dat is knijterhard. Ja. Want je mam die zei ook van, het lijkt wel... en het is inderdaad te transparant. Want je ziet het hout er doorheen. Hier ook. Ja, maar dat komt denk ik ook omdat wij uiteindelijk... Als het een hele dikke laag was geweest, wat eigenlijk de bedoeling was... Dan had je dat waarschijnlijk niet meer gezien. Dus er is nu je gewoon, ziet wel hoe dikker inderdaad. Het is gewoon heel veel verloren gegaan. Ik ben wel benieuwd naar de rest van de zijkant. Ik moet zeggen, epoxy zelf ziet er wel mooi uit. Wat zei je tegen mij? Dit had beter gekund. Nee, wat zei jij? Wat zei ik? Ik zei, ik ben echt koudodom. Meerdere keren. Echt heel erg dom. Kijk nou. Er zit gewoon een heel gat tussen. Om even te illustreren hoe de mind werkt van een ADD'er. Je maakt iets... En in je hoofd past het allemaal. En dan uiteindelijk zie je dus dat het beter had gekund. Maar het is wel noodzakelijk om ook te erkennen dat je fouten maakt. En dat is iets... Maar daarom vraag ik ook altijd om bij te blijven. Maar ja, jij bleef er niet bij. Nee, en als ik dan wat zeg, dan is het allemaal niet zo. Nee, zo is het niet. Nee. Alsof je dit al jaren doet, zeg je dat dan? En dan denk ik, het zal wel. Nee, dat denk je. Mooi. Dat denk je helemaal niet. Nee, zal dat denk wel. Ik inderdaad niet. Dus we hebben zeg maar een soort van dienblad. Mooi dienblad gemaakt. Aan de onderkant. Ja, dit is echt super dom. En hij heeft. Hij heeft de vuilniszak overgenomen. Het lijkt nu net op zelfs op een vuilniszak, maar dat is het dus niet. Dat was, eigenlijk was dat mijn bedoeling. Ja, dat ik een vuilniszak namaken. Afdruk maken van een vuilniszak. Kunst. Dus, mocht er iemand nog een bot willen doen. Eigenlijk is het een gewicht... Ja, precies. Weet je wel. Ja. Nou, als je hem omdraait, kan je hem misschien nog gebruiken als opstap. Wat verschrikkelijk weer. Nou, dat geldt. Nee, nou, maar goed. Alles om jullie te vermaken. Precies. Nee, maar even serieus. Dit is wel nodig, want ik bedoel, we mogen het echt niet verpesten met ons keukenblad. Nee. Nee, ja, goed. Ik heb er wel serieus... vertrouwen in. Een aantal... Een aantal belangrijke zaken van geleerd. Goed zo. Dus dat is wel... Oké. To be continued. Volgende onderwerp. Ik ga hier eventjes verder. Want je moeder die wil een epoxyvloer. Ook nog nooit gedaan. Doen we even. God. Dat kan toch alleen maar fout gaan dit. Nou, nee. Maar eerst moeten de muren er even af. Dat lijkt me verstandig. Ja. Dat jij die er gewoon even af gaat halen. Dan hebben we dat al gedaan. En dan moet waarschijnlijk een nieuwe vloer in. En dan... Ja, dat heb ik ook gezegd. Want dit... Ja. Vertrouwen we niet. Pardon. Daar zit zoveel schimmel en alles in. Ja. En vocht en zooi. Dus ik ga deze dingen eraf halen. Dan gaat de vloer eruit. En dan... ga ik met je moeder epoxy bestellen. Okidoo. Oh nee, eerst een nieuwe plank halen voor de vloer. Ja.
Ja, want over anderhalve maand krijgen we als het goed is de sleutel. Dus dan hebben we er geen tijd meer voor. Dus we moeten nou gas op die lorry. Ja. Over tot een andere orde. Ik heb dadelijk een videogesprek met de AYA Foundation. En dat betekent Adolescent and Young Adults. En ja, die komen dus eigenlijk op voor de mensen die kanker hebben, maar op jonge leeftijd. Omdat die toch vaak ook met hele andere dingen nog eens te maken krijgen. En zij hebben mij gevraagd of ik even een gesprek met hun wilde hebben. En ja, daar heb ik uiteraard ja op gezegd. Want elk steentje die we kunnen bijdragen, dat doen we graag. Dus we hebben eerst even een videoconsult. En ik ben benieuwd waar het over gaat. Oké, helemaal goed. Ja, van hetzelfde. Nou, op zich best wel goed, moet ik zeggen. Nee, dat kun je niet ommaken. Ja, dat kun je niet ommaken. Paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Ga maar trekken. Ja, de carnavalskleding besteld. En, oh ja, top, dankjewel. Hartstikke mooi. Kun je het opmaken? Jawel. Wat daarin zit is van papa en mama. Ja. En wat daar in die zak zit is van jou. Ja. De box is open. Oh, die is... Oh. Dat is mama's jurkje. Oh! Die is van mama. Draai hem eens om. Kom eens hier. Zo. Nee, 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 nee. Die moet erop blijven. Zo. Wauw. Dat is mij. Knappie. En deze. En deze. Over jou. Ik ga ook. Zeg maar. Dat is wel kikken. Hè? Ja. Hoe wist je dat we zo voor jou hebben besteld, Hiva? En deze is voor mijn oogjes. Ja, die is voor jouw oogjes. Eens kijken. Jij. Wat gaaf. Zie jij er mooi uit? 1, 2, 3. Goed zo. Die deed je goed. Wauw, wat zie je er mooi uit. Mooi, hè? Ja. Kijk eens naar mama. Oh, gaaf hè? Zo gaan we naar carnaval. Carnaval, hè? Ja. Oké. Okay. Hij wil nog even thuis. Hallo! Hey. Ja, je gelooft het niet jongens, maar wij gaan carnavallen! Carnaval! Hey. Kijk, deze hier naast mij, die heeft het al heel veel gedaan. Ik stond meestal aan de andere kant de muziek te verzorgen. Maar ik had er nooit zoveel mee. Maar ik vind het natuurlijk wel leuk om het gewoon een keertje te doen voor mijn vent hier. En dat die kleine het ook meemaakt. En misschien smaakt het wel naar meer. Maar we hebben weer belachelijk veel geld uitgegeven aan deze outfit. Dat was inderdaad wel een beetje impulsief. Omdat ik dan zoiets heb van ja, weet je, ik wil er dan toch ook nog wel een beetje leuk uitzien. Ja. Weet je, dat is onze impulsiviteit. Maar aan de andere kant, dit is ook weer de ervaring. Ja. Hè? Ja. Dus dat dus. En Jessie ziet er ook super tof uit. Die heeft ook een hoedje. En ik heb... Ben je mooi, Jessie? Een boomhoedje. Huh? Oh, hij is boos. En Sergio heeft een hele gave hoge hoed. En Jess heeft ook zo'n bril. Dus we zullen dadelijk de outfit wel even in zijn geheel laten zien. Maar het weer zit mee in ieder geval. Dat is echt fantastisch. We hebben echt geluk mee. Hey Jessie, blauwe hemel. Laat je nageltjes eens zien. Oh, mooi zwart hè. Heb je net als papa een mooie nagellak op? Ja. Mooi. Heeft oma gedaan. Ja hè. Helemaal toppie, schat. Ja, nou, ik heb het zelf gedaan. En voor de eerste keer zag het er heel mooi uit. Alleen blijkbaar is de droogtijd wat langer dan. Ja, welcome to Woman's Life. Ja. Oma Els die had gezegd van het is dan wel droog, maar niet uitgehard. En nee. Dat verschil dat heb ik ondervonden, zeg. Ja. Maar ja. Ach ja. Boeie. Boeie. Nou,
We zijn lekker onderweg. Ja. We gaan langs vrienden. Vol schema. We gaan eerst naar Eddy. Ja. Eethuis Brabant, even lekker, nou, misschien wel even een patatje. Ja. Om een bodem te leggen voor al die cola. Precies. En daarna gaan we door. Mooi hè, schat? Die vriendin van mij in Tilburg, die helaas ook borstkanker heeft, maar daar zijn we al ruim een half jaar mee aan het appen geweest. En ik heb ermee gewerkt, ik ken haar al best lang, alleen jij hebt haar nog nooit gezien. Dus, maar we appen wel regelmatig, ja, want ja, we zijn lotgenootjes nu, hè? Zeker, en dus leek het mij heel erg leuk om jullie eindelijk eens aan elkaar voor te stellen. En ik heb haar man en kind ook nog nooit gezien. Dus dat wordt hartstikke leuk. En daarna gaan we gezellig met opa Gino naar de binnenstad van Tilburg. Geen optocht, begreep ik. Helaas, volgende maand pas. Maar ja, wel een hoop hoenkepaals, confetti. Oh, we hebben confetti mee van Sumio nog. En we gaan gewoon lekker dansje doen. Ja, we gaan het gewoon gezellig maken. Nou, we nemen jullie zo mee. Nou, je ziet wel dat we in Brabant zijn, want overal hangen de carnavalsvlaggen uit. En elk dorp en stad heeft zijn eigen naam en kleuren en vlag. En, en jij komt uit Tilburg? Ja. En jullie heten? Nou ja, de Tilburgers heten Tilburgse Kruikenzeikers. Maar officieel ben ik geboren in Goorlen. Dus ik ben een Goorlense ballenfrutter. En het Kruikenzeiken komt dus van het feit dat de Tilburgers... in Tilburg stond eigenlijk de grootste textielfabriek van Nederland. En er werd ook heel veel stof gemaakt voor het Koningshuis. Dus servetjes en lakens en beddengoed en dat soort dingen. En dan moesten ze plassen in een kruik om zo het linnen te wassen, zeg maar, voor de ammoniak. Sorry, ik was even afgeleid. Ja, nee, maar niet. En het schijnt dus de Goorlense ballenfrutten, dat heb ik nu even op moeten zoeken van de week. Papa, dat is gekke dingen. Ja, waarom mag ik? Je gaat ook veel gekkere dingen zien. Ik was ook afgeleid. De Goorlense ballenfrutten komt voort uit het feit dat ze in Goorlen het vervaardigen van ballen tot een kunstambacht hebben verheven. Maar het ging toch om kaas? Nee. Oh, kaas. Ik dacht dat jij zei kaasballen. Kaatsballen. Kaatsballen. Om te kaatsen. Ah. Niet om te ketsen of om te kazen, maar om te kaatsen. Oké. Okay. En gisteren zei dus een collega van mij dat in Noordwijk, dat is dus in Zuid-Holland, een van de weinige dorpen is waar wel carnaval wordt gevierd. Bedankt voor deze geschiedenisles. Ja, ja, graag gedaan, graag gedaan. Maestro himself. Huh? Die lullen maar poetsen. Hup, wat heb jij gehad? Een leer. Dat is pas gaaf. En wat zit erin? Pizza. Poffertjes. Oh, wat zijn nou pizza? Poffertjes. Ja. Heb je al geproefd? Kijk. Een vliegtuig. Maar hij is heel heet. Heb je al gevoeld dan? Nee, hij is heet. Zo. Dat is pas een broodje. Zo. Heerlijk. Auw. Dankjewel. Sorry, dat deed ik, Jessie. Knap uit. Wat ziet er mooi uit. Hey. Waar is opa Gino nou? Ja, daar gaan we zo meteen naartoe. We gaan nu naar Suzanne. Wij gaan niet naar Suus. Nee, andere Suus. Andere Suus gaan we naartoe. Ja, zij denken, wat gaan jullie mij nou droppen? Nee. We gaan niet naar Suus. Nee. Nee, niet naar tante Suus, andere Suus. Tante! Ja, eindelijk ontmoeten ze elkaar. Nou, we zijn aangekomen en ik wil jullie even kennis laten maken met deze topper. Suus! Suus, dit ja, ben ik. En het is een oude vriendin van Sergio. Mm-hmm. Maar wij zijn nu lotgenootjes geworden, helaas. Maar daardoor word je ook gewoon een beetje vriendinnen op afstand. Zeker, hè? Ja. Zeker. En ik wil even zeggen, ja, carnaval van binnen! Dat het leven een feestje is. Zeker. En zij is echt een enorm voorbeeld. Want triple negative, met uitzaaiingen,
maar ze is hier nog steeds. En ze houdt het super goed vol. Ze heeft een bos met haren nog. En de uiteinden zijn niet meer te zien. Al een half jaar niet meer. Nee. Super. Zij wordt het wonderverhaal, jongens. Zeker. Dus hou er in de gaten. En ik ga je ook updates geven. Maar wij gaan het zo lang volhouden dat dit gewoon geen 30 jaar. Absoluut. En nu een feestje. Yeah. Nou, opa is ook bepaald. De koning van carnaval. En oma. De nar. Dat is wel jammer. Ik snap alleen niet waarom ik het op de grond. Hij denkt, wat is dit allemaal? Wat is dit nou? Nee, Jess. En het mannetje is helemaal oud. Hij heeft ook niet geslapen. Dus het is wel fijn dat hij nu eventjes lekker ligt. We gaan lekker wat eten bij Eugenio. Mooi. Lekker. Wow. Wow. Oh, Nicoloni! Lekker! Echte Siciliaanse cannoli. Gemaakt van ricotta. Oh nee, gevuld met ricotta moet ik zeggen. In de binnenkant van de huls zit een laagje chocola. Oeh, lekker. En welke kant is warm water? Lekker? Heel lekker. Gewoon het is even een concert van Jesse Silver. Wat is dat nou? Maar proeven dan. Niet met je handen, dan zal het alles onder. Ah, oh, dat wilde u wel proeven. Lekker? Koud. Was dat? De tanden vielen eraf, zo zoet. Kip wilde niet proeven, maar dit is geen probleem. Ja. Goedemorgen, lieve schatten. Nou, het was zo laat geworden dat we... En we waren zo kapot dat we zijn vergeten af te sluiten. Dus dat ga ik nog even doen. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zijn natuurlijk weer heel benieuwd naar jullie reacties. Tot de volgende vlog!